En dan heet ik u van harte welkom bij deze academische zitting, die ik als vice-decaan van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences mag voorzitten, omdat zowel rector als decaan zich moeten verontschuldigen. Vandaag is de heugelijke dag dat Luc Smit zijn leerstoel aanvaardt, met de titel Klinische Epidemiologie en Risicogeleide Zorg. Luc, kijk eerst even achterom. Dat is altijd een groot compliment, de zaal zit vol. Betekent dat je veel fans hebt. Dus het komt helemaal goed vandaag. Je reden is getiteld Beslissen in onzekerheid. En ik neem aan dat je dan ook wel uitlegt wat die epidemiologie zoal behelst. En vooral welke wetenschappelijke vragen daarbij aan bod gaan komen. Maar voordat het zover is, toch een korte introductie. Luc begon zijn carrière in de epidemiologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij ook promoveerde, en na een korte stop bij het RIVM als postdoc koos hij voor de Universiteit Maastricht. En in 2000 kwam hij dan naar hier. Binnen en buiten het instituut Capri waarin hij werkt, werd hij al snel een graag geziene collega die verantwoordelijkheid niet schuwt. Zo leidt hij momenteel niet alleen de Capri-lijn Optimizing Patient Care, maar is hij binnen de vakgroep Epidemiologie ook leider van het aandachtsgebied klinische epidemiologie en lid van het managementteam. Hij heeft verschillende multicenterstudies geleid en is betrokken bij een heel scala aan studies, allemaal binnen het domein van de obstetrie en de gynaecologie. Professor Smits is het meest in zijn element als hij methodologische vraagstukken kan vertalen in bruikbare modellen voor de klinische praktijk, bijvoorbeeld voor het voorspellen van complicaties. Over dat onderwerp ontwikkelde hij samen met Sander van Kuik ook een postdoc-cursus. Dus perinatale gezondheid staat in zijn werk centraal. En dat is niet alleen wetenschappelijk een zeer interessant en belangrijk onderwerp. Het is ook heel relevant en kan rekenen op belangstelling in de samenleving. Als je googelt op Luc Smits, vind je het een na het andere artikel in de media. En de ene keer gaat dat over het feit dat er in Limburg meer baby's met afwijkingen worden geboren dan in de rest van het land. Maar een andere keer signaleert hij dat meer dan de helft van de zwangere vrouwen te weinig calcium binnenkrijgt. En als je nog doorzoekt, dan is er ook een kans dat je bij dat googlen stuit op journalistieke producties niet over Luc Smits, maar van Luc. Hij werkte namelijk 2 jaar als freelance journalist voor Nederlandse dagbladen, medisch journalist natuurlijk. Nou, nu komt het gossipstukje. Dat is niet het opmerkelijkste feitje over Luc. Ik hoorde dat hij sinds kort een bootje heeft om mee over de Maas te cruisen. En dat dat niet het enige moment is waarop jij je kapitein mag noemen. Want op de deur van je kantoor komt af en toe een postertje waarop optredens worden aangekondigd van de band Captain Shiny. Dus Captain All Over. En dat muziek belangrijk is voor jou als lid van de epidemiologievakgroep bleek wel tijdens het uitje. Want samen met 2 oud-Nijmegenaren organiseerde hij een event met karaoke. Karaoke, dachten de collega's. Dat is toch helemaal niks voor al die vrij saaie datavreters die zich in de epidemiologie verzamelen. Maar het werd een van de leukste uitjes, zo zie je maar. Een goede kapitein laat het schip ook goed varen. We hebben alle vertrouwen dat het schip van de klinische epidemiologie een behouden vaart zal hebben. En waar dat heen gaat, horen we dan nu in de komende kwartiertjes. Ik geef graag het woord aan professor Smits. Geachte prorector, leden van de begeleidingscommissie en het cortège, zeer gewaardeerde collega's en lieve familie en vrienden. Mensen zoals u en ik nemen in het dagelijks leven voortdurend beslissingen in onzekerheid. Ik zal u een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Een paar dagen geleden was ik in Itteren. Dat is een dorpje ten noorden van Maastricht. Het was 9:30 's morgens. Ik stond naast mijn auto, boven op de dijk bij het grindgat. En ik had een verrekijker om mijn nek en ik was er helemaal klaar voor. Klaar om het veld in te trekken en vogels te gaan spotten. Iedereen heeft zo zijn eigen afwijkingen. Maar toen keek ik even omhoog.
En de lucht die zag eruit zoals jullie achter mij kunnen zien. Dreigende bewolking. En ik keek op de weerapp. En dat was een beetje laat, want dat had ik beter eerder kunnen doen. Maar die zei het ook, kans op buien. En de hele dag door zelfs. En ik dacht, shit, wat nu? Neem ik het risico? Een paar druppeltjes kunnen misschien geen kwaad. Maar stel nou dat er een bui is die mij volledig wil doorweken. Dat is niet funny. Zal ik een paraplu meenemen? Die ligt achter in de bak, in de kofferbak. Maar dat ding is wel een beetje lomp en zwaar. En ook best onhandig als ik vogels wil kijken of als ik foto's wil nemen. En stel je nou voor dat het niet gaat regenen, dan heb ik straks dat ding voor niks meegenomen. U hoort wel, dames en heren, het leven van een vogelaar gaat niet over rozen. Maar wat ik wil illustreren is dat het nemen van beslissingen in onzekerheid iets heel alledaags is. Laten we die situatie nog eens wat verder analyseren. Want er waren verschillende dingen die ik in mijn afweging mee moest nemen. Allereerst de opties waaruit ik wilde kiezen. Nou, dat was best wel simpel. Ofwel ik ging met die zware paraplu het veld in of zonder. Er waren eigenlijk geen andere interessante opties. Want terug naar huis rijden vond ik zonde. En wachten in de auto tot de lucht blauw zou worden, dat had eigenlijk ook weinig zin gezien de weersvoorspelling. Dus twee opties. Vervolgens moest ik een inschatting maken van de kans dat ik tijdens mijn veldtocht in een fikse bui terecht zou komen. Ik schatte die kans op 50%, want dat stond op de app. En toen moest ik nog eens bepalen welke scenario's er zich zouden kunnen afspelen en hoe prettig of onprettig ik die scenario's zou vinden. En dat waren er vier. Kijk u maar eens even mee. Het meest gunstige scenario was niet sjouwen met die paraplu en ook geen regen. Dus ik zou droog blijven. Dan het ongunstigste scenario, niet sjouwen, wel regen, dus ik zou volledig worden doorweekt. En dan nog twee scenario's die er een beetje tussenin zaten. Wel sjouwen met dat zware ding, wel regen, dus lekker niet nat. En de relatief wat minder leuke optie, sjouwen met die zware paraplu en niet nat, want geen regen. Ik zal u niet vermoeien met de beslissing die ik uiteindelijk heb genomen, want het is nu eenmaal heel gênant om u te moeten vertellen dat ik sinds die dag behoorlijk loop te snotteren en te niezen. Maar zonder gekheid. Oeps. Goed, om een plastic glas te nemen, dan komt dat goed. Natuurlijk ging dit beslissingsproces over iets heel alledaags. En waren alle consequenties prima te accepteren. Daarom was het ook niet zo belangrijk welke beslissing dat er uiteindelijk werd genomen. Of de beslissing precies op de juiste informatie en aannames was gebaseerd. Maar ook in de gezondheidszorg worden voortdurend beslissingen genomen in onzekerheid. En dan kan het wel gaan om potentieel ernstige uitkomsten, soms zelfs over leven en dood. En daarmee is het van belang dat de gegevens waarop een beslissing wordt gebaseerd zo goed mogelijk zijn. Neem bijvoorbeeld de huisarts die wordt geconfronteerd met een patiënt met vage klachten. Die kunnen passen bij een veel voorkomende, voorbijgaande infectie, maar ook in zeldzame gevallen bij een levensbedreigende aandoening, waarbij snel ingrijpen vereist is. Moet een arts op zo'n moment verder diagnostiek laten uitvoeren, die wellicht duur is of ingrijpend. Patiënt misschien verwijzen naar een specialist, misschien zelfs met spoed. Of beter even afwachten, vinger aan de pols houden, geruststellen. Of neem de arts die bij de spoedeisende hulp, die moet bepalen of hij een röntgenfoto zal laten maken van de enkel van een voetbalster met een blessure. Röntgendiagnostiek kost tijd en geld. Hoe groot is de kans dat er een problematische breuk is? Of de oncologisch chirurg die een tumor heeft verwijderd en moet beslissen of ze bloedverdunners zal voorschrijven bij het ontslag van haar patiënt. Zulke bloedverdunners kunnen trombose veroorzaken, iets wat vaker voorkomt na operaties. Maar helaas kunnen bloedverdunners ook
bloedingen veroorzaken. Wat is wijsheid? Dit zijn maar enkele voorbeelden. In alle medische specialismen, maar ook in de paramedische zorg, zoals de verloskunde en de fysiotherapie, maar ook de verpleegkundige zorg, worden voortdurend beslissingen genomen in onzekerheid. En daarbij worden impliciet of expliciet in principe steeds dezelfde aspecten meegenomen als in mijn voorbeeld over de paraplu en de regen. Namelijk, welke opties zijn er om uit te kiezen? Wat zijn de mogelijke uitkomsten? Hoe waardeer ik elk van die uitkomsten? En wat is de waarschijnlijkheid dat elk van die uitkomsten optreedt? Op het laatste onderdeel wil ik graag met u inzoomen. Want om de waarschijnlijkheid van de verschillende keuzeopties te bepalen, zal de zorgverlener één of meer kansen moeten inschatten. De kans op aanwezigheid van ernstige ziekte als oorzaak van vage klachten, de kans op een breuk in het enkelgewricht, de kans op trombose, de kans op bijwerkingen van bloedverdunners. En die kansen die vallen meestal in een van de volgende twee categorieën. De kans dat er nu een bepaalde toestand aanwezig is en de kans dat er iets in de toekomst zal optreden, sterk samenhangend met het onderscheid tussen diagnostiek en prognostiek. Voor inschatting van de kans in de eerste categorie, de diagnostische categorie, staat de zorgverlener vaak een heel instrumentarium aan hulpmiddelen ter beschikking. Zoals bloedtests, urinetests en beeldvormende technieken. Maar zoals we zojuist ook al in de voorbeelden zagen, is soms de inzet van een bepaalde diagnostische techniek, die bijvoorbeeld duur is of onprettig, juist hetgeen waar de zorgverlener een beslissing over wil nemen. Dus daarvoor zal er eerst op een andere manier, met simpelere technieken, een inschatting moeten worden gemaakt van de kans op aanwezigheid van de ziekte. Voor inschatting van de kans in de tweede categorie, de prognostische categorie, zijn er weinig tests voorhanden. Dat is ook niet zo gek, omdat je kan ook niet iets aantonen, omdat het er namelijk nog niet is. Dan dringt zich automatisch de vraag op, hoe goed zijn artsen nu in het inschatten van kansen in hun dagelijkse praktijk? En daar is onderzoek naar gedaan. En dat onderzoek laat zien, het gaat er niet per se altijd goed af. Ik zal een paar voorbeelden van studies laten zien waaruit dat blijkt. Pignone, onderzoeker, en zijn collega's lieten artsen een schatting maken van het 5-jaars risico op een hartaandoening bij tot dan toe gezonde personen. En meer dan 3/4 van de artsen bleek er mijlenver naast te zitten en meestal werd het risico overschat. Rajkumar en collega's lieten artsen de kans inschatten dat oudere mensen bijwerkingen krijgen van medicijnen na ontslag uit het ziekenhuis. Er bleek geen verband te zijn tussen de voorspellingen van de artsen en de echte kans. En meer ervaren artsen deden het ook niet beter dan hun minder ervaren collega's. Christakis en collega's lieten zien dat artsen de prognose van de levensverwachting bij terminaal zieke patiënten vaak te optimistisch inschatten. Meer dan 80% zat er met zijn voorspelling ver naast de uiteindelijke levensduur. Ook hier was er geen relatie met de ervaring van de arts, maar ook niet met de kenmerken van de patiënt. En als laatste voorbeeld, Hofman en collega's, die vatten de resultaten van bijna 50 studies samen en ze zagen een algemene trend, namelijk dat artsen de kans op een positief effect van behandelingen in het algemeen overschatten en de kans op onbedoelde effecten, bijwerkingen dus, onderschatten. Let wel, het gaat hier in deze onderzoeken om inschattingen waarop belangrijke zorgbeslissingen voor individuele patiënten kunnen worden gebaseerd. Even voor de duidelijkheid, ik haal deze onderzoeken niet aan om mijn klinische collega's te pesten, maar alleen om te benadrukken dat het heel moeilijk is om goede voorspellingen te doen voor individuele patiënten, ook voor hoogopgeleide en ervaren gezondheidszorgprofessionals. De Ier schrijver Oscar Wilde die zei er al iets over in de 19e eeuw. It is difficult to make predictions, especially about the future.
Een uitspraak die overigens ook is toegeschreven aan Niels Bohr, Mark Twain, Albert Einstein, Gerard Reve, Dan Quayle, Groucho Marx, Wim Kan, Woody Allen en Freeman Dyson. Hoe het ook zij, ze hebben wat mij betreft allemaal gelijk. Het is moeilijk om kansen in te schatten voor individuele patiënten. En vooral ten aanzien van de toekomst, omdat er niet zoiets bestaat als prognostische test. Gelukkig staan artsen er niet helemaal alleen voor bij het beslissen in onzekerheid. Voor alle medische disciplines zijn er richtlijnen ontwikkeld die de arts richting geven in het handelen. Gegeven een patiënt met een bepaalde diagnose of een ontwikkeling in zijn ziekte, of ook als er nog geen diagnose voorhanden is. De in een richtlijn bevolen handelswijze houdt vaak rekening met kansen. Zo zal een huisarts op basis van de richtlijnen minder snel overgaan tot het geven van antibiotica bij een vrouw of meisje boven de 12 met een blaasontsteking dan bij een man, omdat het complicatierisico anders ligt. Pas als er sprake is van extra risicofactoren, bijvoorbeeld zwangerschap, dan zal hij of zij eerder antibiotica geven. Richtlijnen die bieden dus ondersteuning aan artsen bij het beslissen in onzekerheid. Maar richtlijnen zijn zeker niet zaligmakend. Ik zie in ieder geval twee problemen. Eerste probleem is dat de criteria op basis waarvan onderscheid wordt gemaakt tussen patiënten met een hoog en laag risico vaak arbitrair zijn en daardoor onrealistisch. Want een jong meisje heeft een hoger risico op complicaties bij een blaasontsteking dan een vrouw. Maar het is erg onwaarschijnlijk dat een 11-jarige een veel hoger risico heeft dan een 13-jarig meisje. Tweede bezwaar is dat lang niet alle situaties beschreven staan waarin een arts een beslissing moet nemen in onzekerheid. In dit soort gevallen zal een arts dus toch nog moeten afgaan op de eigen inschatting. En we hebben gezien dat we er niet zomaar van kunnen uitgaan dat het altijd maar goed gaat. Dames en heren, er is dus ruimte, zoals je dat dan positief zegt, voor verbetering als het gaat om zorgbeslissingen in onzekerheid. Maar ik denk dat die verbetering ook haalbaar is als we slim gebruik maken van een techniek die de laatste paar decennia enorm populair is geworden in de medische wetenschap, die van de predictiemodellering. Ofwel het inschatten van kansen op basis van statistische modellen. Ik denk dat er enorm potentieel zit in predictiemodellering en er zijn ook steeds meer goede voorbeelden van te geven. Maar ik zie ook dat dat potentieel verre van ten volle wordt benut. Beetje anders gezegd, de zorg, de arts, de patiënt trekt nog te weinig voordeel van alle moeite die wordt gestoken in het ontwikkelen en valideren van predictiemodellen en het vele methodologische werk dat daar omheen zit. En dat is zonde. En daar moeten we iets aan doen. En die simpele boodschap zult u blijven horen doorklinken in de rest van mijn reden. Hoe ziet de rest van mijn reden er nu uit? Ik zal u eerst laten zien wat predictiemodellen zijn en wat we daarmee kunnen. Maar ook aangeven op welk punt in de ontwikkeling het spaak loopt en waardoor we er onvoldoende uithalen wat erin zit. Dan volgt een intermezzo waarin ik u wil meenemen terug in de tijd. En u wil laten zien wat mij zowel getriggerd heeft om het werk te doen wat ik nu doe en wat mij motiveert om dat werk te doen. Vervolgens zal ik inzoomen op het onderzoek dat ik zelf samen met collega's heb uitgevoerd op het gebied van predictiemodellering, dat hopelijk zal illustreren dat het weliswaar niet eenvoudig, maar wel mogelijk is en haalbaar om de zorg daadwerkelijk te verbeteren door middel van predictiemodellen. En mijn plannen op het gebied van onderzoek en onderwijs voor de komende jaren zal ik vervolgens met u delen, waarna ik als laatste wat tijd zal nemen om een aantal mensen te bedanken die belangrijk voor mij zijn geweest voor mijn leven en voor mijn werk, of dat nog steeds zijn. Maar nu eerst, wat is dat nu, een predictiemodel? Hier ziet u er eentje. Het is een mathematische formule waarmee op basis van een aantal kenmerken de individuele kans op een bepaalde uitkomst kan worden geschat. En die uitkomst, dat kan iets zijn in het hier en nu,
En dan is het resultaat een diagnostisch model of iets in de toekomst. En dan noemen we het een prognostisch model. Voor wie dat nog steeds wat abstract vindt, zal ik een voorbeeld geven van een wereldwijd bekend predictiemodel, de Framingham Risk Score. Die Risk Score geeft een schatting van de kans om binnen 10 jaar een hartaanval te krijgen op basis van 7 factoren. Ik zal meteen even mijn eigen gegevens invullen. Daar staan ze. Op grond van mijn gegevens heb ik volgens het Framingham Risk Model 3,8% kans op een hartinfarct in de komende 10 jaar. En dat vond ik eigenlijk best hoog toen ik voor het eerst dit uitrekende. Maar het gemiddelde voor mannen van mijn leeftijd is nog hoger, 10% volgens dit model. Dus dan valt het wel weer mee. Was ik een vrouw geweest, dan was mijn risico een stuk lager geweest. Maar als ik bijvoorbeeld rookte, bloeddrukverlagers zou gebruiken, dan zou het risico weer een stuk hoger zijn geweest, boven de 10%. Maar wat kun je nu met dit model? Dit model, of een van zijn vele broertjes of zusjes die inmiddels voorhanden zijn, wordt door aardig wat artsen, huisartsen en cardiologen gebruikt om een gesprek te beginnen met patiënten over hun individuele risico op hart- en vaatziekten. En te laten zien welke factoren daarbij belangrijk zijn. Dat kan weer aanleiding zijn voor een gesprek over, of een voorgang van het gesprek over leefstijladviezen. Bijvoorbeeld om te stoppen met roken. Maar ook aanleiding wellicht om te starten met medicijnen die de kans op hart- en vaatziekten kunnen verkleinen. Zoals statines. Op deze manier kan een predictiemodel een arts dus bijstaan in het nemen van zorgbeslissingen in onzekerheid. Ook wel risicogeleide zorg genoemd. Zorg wordt zo gepersonaliseerd op een manier die wetenschappelijk verantwoord is en gebaseerd is op objectieve kennis. Een vorm dus van evidence-based medicine. En predictiemodellen kunnen ook gebruikt worden om richtlijnen verder te nuanceren. Ze kunnen ook aanleiding zijn voor het opstellen van nieuwe richtlijnen of zelf een onderdeel worden van een richtlijn als deze adviseert om het predictiemodel te gebruiken. De door het predictiemodel geschatte kansen, zoals bij het Framingham-model, kunnen ook aanleiding zijn, een mooi startpunt, om te gaan praten met de patiënt samen beslissingen te nemen, zogenaamde shared decision making. En tenslotte is het ook een groot voordeel van predictiemodellen dat we informatie hebben over de kwaliteit ervan, zodat we op goede gronden kunnen besluiten om het ene model wel en het andere niet toe te passen. De techniek van de predictiemodellering bestaat niet zo heel lang. In de 80e jaren van de 20e eeuw verschenen mondjesmaat de eerste publicaties over predictiemodellen. Maar vanaf de start van de huidige eeuw is het een booming business geworden, zoals u hier ook kunt zien. Iedere dag verschijnen er gemiddeld 20 wetenschappelijke artikelen die iets te maken hebben met predictiemodellen. En met het toenemende aantal onderzoekers dat zich is gaan bezighouden met predictiemodellering, heeft de methodologie zich ook verder ontwikkeld. Er worden inmiddels meerdere fasen onderscheiden in het proces van predictiemodellering. De eerste fase is de ontwikkelfase. Hierin wordt een model ontwikkeld op basis van de gegevens van patiënten of gezonde personen en wordt bekeken hoe goed dat model is in het voorspellen van een uitkomst bij diezelfde personen. In de tweede fase wordt bekeken hoe goed het model presteert bij nieuwe patiënten of gezonde personen. Deze fase wordt ook wel de validatiefase genoemd. De derde fase is de fase van de evaluatie van de toepassing van het model in de praktijk. En in deze fase wordt bekeken of er echt iets verbetert als de artsen het predictiemodel gebruiken. Treden er misschien minder complicaties op? Worden gezondheidszorgvoorzieningen beter gebruikt, efficiënter gebruikt? Zijn patiënten tevredener? Misschien verandert wel helemaal niks. Ik liet u zojuist dit plaatje zien. Predictiemodellering als booming business. Maar ik moet u waarschuwen voor overoptimisme. Want dit plaatje geeft namelijk
een vertekend beeld. Want als we wat verder inzoomen in de medische literatuur, dan zien we dat veel predictiemodellen blijven steken in de validatiefase. En slechts een kleine minderheid gaat door naar de validatiefase. Nog een kleiner deel wordt gecheckt op toepassing in praktijk. En het is onduidelijk welk deel van de modellen het lukt om door te dringen tot de dagelijkse zorgroutine, omdat we daar nog weinig onderzoek van kennen. Voor de verloskunde, obstetrie, weten we dat toevallig wel. We weten er iets meer over. En dat aandeel was tot voor enkele jaren 0%. Terwijl er op dat moment toch al 263 verschillende predictiemodellen waren ontwikkeld en gepubliceerd. Alleen voor dat vakgebied. Wat we dus zien is een enorme disbalans tussen de hoeveelheid predictiemodellen die geproduceerd worden en de hoeveelheid modellen die daadwerkelijk worden gebruikt. Je kunt eigenlijk spreken van een vorm van, zeker een vorm van research waste, verspild onderzoek. Niet per se omdat de onderzoeksresultaten ongeldig zijn, maar omdat de resultaten niet of nauwelijks worden gebruikt. Dat we daarin iets moeten doen, dat is duidelijk. Hoe we dat precies moeten aanpakken, dat is minder duidelijk. Want waar gaat het precies mis? Dat weten we niet zo goed. We moeten proberen te leren van wat er goed en wat er niet goed gaat in de ontwikkeling en implementatie. We kunnen ook verder onderzoek uitvoeren voor succes en falen, waarmee we uiteindelijk het rendement van predictieonderzoek kunnen verhogen. Ik zal daar later verder op ingaan. Maar nu eerst het beloofde intermezzo. Ik wil u meenemen naar een tijd die vooraf ging aan de periode dat ik met predictiemodellen aan de slag ging. Want die tijd wil ik niet onvermeld laten, want dat was een heel belangrijke stukje van mijn levensloop en carrière. En heeft er ook mede toe geleid dat ik nu in deze zaal voor u sta in een jurk en met een koddighoedje op mijn hoofd. Dit was ik als jochie van 8. Waarom laat ik nou deze foto zien? Omdat het in die tijd was dat ik een fascinatie ontwikkelde die me nooit meer heeft verlaten. Wat gebeurde er namelijk? Ik bladerde door de Magriet van mijn moeder. Tijdschrift is dat, voor degenen die hem niet kennen. En daar kwam ik een fotoserie tegen van een Zweedse fotograaf Lennart Nielsen. Het waren foto's van kinderen die nog in de baarmoeder zaten, in allerlei stadia van ontwikkeling. Van een onooglijk larvenachtig dingetje zonder neus, zonder mond, wel met een soort ogen. Stompjes op de plekken waar de armen en benen moesten komen. En tot een perfect kindje, vredig zwevend in een zacht cellofane zakje. Op één foto zelfs met zijn duimpje in zijn mond. En ik heb uren naar die foto's zitten staren. Ik was met stomheid geslagen. Hoe was dit mogelijk? Ik dacht, als wonderen bestaan, dan is dit er toch wel eentje. Er stond ook een tekst bij. Die konden ouders aan hun kinderen voorlezen om uit te leggen wat er op de foto's te zien was. En die tekst die had ik al van voor naar achter en terug gelezen voordat er ook maar iemand de kans kreeg om mij die tekst voor te lezen. En ik besloot, dit moet ik niet voor mijzelf gaan houden. Hier moet ik mijn klas over inlichten. En ik hield een spreekbeurt. Foto's en de tekst, die waren er al, dus dat was heel handig. En het mooie is, mijn moeder heeft dat middenkatern uit de Magriet bewaard en op mijn trouwdag aan mij cadeau gegeven. En hier zien jullie stukjes van de tekst die ik voorlas tijdens mijn spreekbeurt. En promovendi van mij zal wellicht opvallen dat ik ook toen al best resoluut kon zijn met de rode pen. 8 jaar oud. Ik had er op dat moment geen idee van dat er ook wel dingen mis konden gaan met die prenatale ontwikkeling van het kind. Daarover werd in het artikel met geen woord gerept. Dat was voor mij ook op dat moment ook prima, zodat mijn betovering niet verstoord zou worden door het idee van imperfecties in het proces. Er werd ook niet gesproken over hoe dat vruchtje daar in die baarmoeder terecht kwam en wat er allemaal voor nodig was. Daar moest ik zelf maar achterkomen, vond de Margriet in 1976. Zo rond mijn puberteit had ik daar wel de nodige
theoretische kennis over vergaard. Ik moet zeggen dat dat ook zeker geen schade aanbracht aan mijn fascinatie voor het hele proces van voortplanting. Dat de vruchtbaarheid ook niet vanzelf sprak voor koppels met een kinderwens, daarvan was ik mij in mijn kinderjaren nauwelijks bewust. En dat gold ook voor de lichamelijke en psychische belasting die een zwangerschap kon hebben op een vrouw. Of de problemen die er zo kunnen ontstaan tijdens de geboorte. Al zit het kindje nog zo perfect in elkaar. Maar besef dat het ook mis kon gaan tijdens de zwangerschap of na de zwangerschap ontwikkelde zich bij mij zoals de meeste mensen met de jaren. Maar pas als jonge vader maakte ik aan de lijve mee hoe ingrijpend dat kan zijn met het overlijden van ons zoontje Pim aan een aangeboren afwijking. Een gebeurtenis die weliswaar niet de reden is waarom ik mij in mijn onderzoek ben gaan richten op issues rondom zwangerschap en geboorte, want die weg was ik al ingeslagen, maar wel één die mij de relevantie heeft doen inzien en doen voelen van waar ik al mee bezig was. En die mij elke dag motiveert om dit werk te blijven voortzetten. Mijn onderzoekscarrière begon in 1994 met een promotieonderzoek bij de Nijmeegse hoogleraar Zielhuis. Na mijn promotie in 1998, prorector zei er ook al iets over, maakte ik een korte uitstap naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM in Bilthoven, waarna ik in 2000 belandde op mijn huidige plek, de mooie vakgroep epidemiologie van deze universiteit. En in de bijna twee decennia die volgden was ik als klinisch epidemioloog betrokken bij een divers spectrum aan studies. Meestal gerelateerd aan vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte, maar soms ook op andere gebieden. Eerst als meteorologisch consultant of projectgroeplid en later ook steeds vaker als principal investigator. Hier ziet u wat onderwerpen die mij in de loop der jaren als onderzoeker van de straat hebben gehouden. Het is binnen het bestek van deze reden onmogelijk om al deze studies te bespreken of om voldoende recht te doen aan alle onderzoekers, vaak artsen, waarmee ik heb samengewerkt. Dat zijn er namelijk meer dan 300. En hier ziet u de namen van onderzoekers waarmee ik meer dan 3 artikelen heb geschreven samen. Hoe groter de naam is afgebeeld, hoe meer artikelen we samen hebben geschreven. Kijkt u maar even rustig of uw naam ertussen staat, dan neem ik even een slokje water. Eén onderzoeksverband wil ik wel graag eruit lichten. Dat is mijn samenwerking met gynaecologen Lisbeth Schepers en Mark Spaanderman, gezondheidseconoom Carmen Dirksen en epidemioloog Sander van Kuik. Dat ik deze samenwerking speciaal noem, is niet alleen omdat ze heel prettig en productief is geweest, zoals u ook wel van het plaatje kunt afleiden, maar met name ook omdat wij de laatste 10 jaar veel werk hebben verricht op het gebied van de predictiemodellering en de risicogeleide zorg. En ik mag wel zeggen dat een deel van het werk pionierswerk is geweest, want wij waren wereldwijd de eerste die verder gingen waar andere predictieonderzoekers in ons onderzoeksveld stopten. Wij voerden impactstudies uit om te kijken of predictiemodellen daadwerkelijk de zorg konden verbeteren. En ik wil graag enkele van die studies met u bespreken. Het begon met de pre-care-studie in 2008 naar het nut van een predictiemodel voor de herhalingskans op preeclampsie, zwangerschapsvergiftiging. Dat was een onderzoek waar we heel veel van hebben geleerd. En dat was niet omdat er zoveel spanners uitkwam, maar omdat we heel duidelijk werden geconfronteerd met de weerbarstigheid van de praktijk wanneer je overigens met de beste bedoelingen een predictiemodel wil invlechten in de zorg. Met invlechten in de zorg bedoel ik dat je het zorgproces voor een stukje anders inricht, zodat het gebruik van het predictiemodel en de toepassing van de uitkomsten ervan er een onderdeel van worden, van die zorg. En voor het invlechten is het ook nodig dat de mensen die met het predictiemodel te maken krijgen, zich ook kunnen vinden in de nieuwe gang van zaken. En bij dat laatste liepen we toch tegen een paar barrières aan. Waar kregen we zoal mee te maken? Bijvoorbeeld zorgverleners die ons predictiemodel niet voldoende vertrouwden.
omdat de predictoren in het model niet goed aansloten bij hun achtergrondkennis. Of zorgverleners die vonden dat risicogebaseerde protocollen naar eigen inzicht konden worden overruled. Of patiënten die de nieuwe protocollen helemaal niet zagen zitten en intensieve zwangerschapscontroles wilden, daar waar het predictiemodel aangaf dat het risico op een complicatie heel beperkt was. Aldoende leert men. Dat konden we een van onze promovendi van dit onderzoek horen zeggen tijdens de verdediging van zijn proefschrift in 2013. En hij had gelijk. De praktijk is weer barstig en zal niet veranderen, maar we kunnen wel heel veel van die praktijk leren en daar ons voordeel mee doen. Wat we bijvoorbeeld hebben geleerd is dat we meer aandacht hadden moeten besteden aan het voorbereiden van artsen op de nieuwe zorg. Bijvoorbeeld door betere voorlichting en meer participatie bij de ontwikkeling van die zorgprotocollen. En we hadden er ook goed aan gedaan om patiënten te betrekken bij de opzet van de studie. Of misschien zelfs bij de studievraag, door te vragen waar hebben jullie eigenlijk behoefte aan. Een tweede impactstudie volgde, de SIMPLE-studie, en een derde, de EXPECT-studie. En het lijkt warempel erop dat we het een beetje beginnen te leren. Die EXPECT-studie hebben we opgezet om te kijken of het voordelen heeft om vroeg in de zwangerschap de kans op complicaties te voorspellen. En de zorg daar vervolgens op aan te passen, door middel van zogenaamde zorgpaden. En doelgroep daarbij waren alle zwangere vrouwen, dus ongeacht of ze eerder zwanger waren geweest, of dat ze eerder een complicatie hadden doorgemaakt. En dat betekende dat de predictiemodellen zowel door verloskundigen als gynaecologen moesten worden gebruikt. En ook dat de zorgpaden door beide partijen onderschreven zouden moeten worden. En dat betekende weer dat er veel uitdagend werk te doen was, want gynaecologen en verloskundigen zijn het niet per se altijd met elkaar eens. Hoe zijn we nou te werk gegaan in deze studie? Allereerst besloten we om zelf geen predictiemodellen te ontwikkelen. Want ook toen al, we schrijven 2012, waren er al tientallen predictiemodellen gepubliceerd die risico's voorspelden in de zwangerschap. En we zagen geen aanleiding om daar zelf nog modellen aan toe te voegen. Fase 1 sloegen we dus over. Wat we wel nodig vonden was dat predictiemodellen waar we enigszins potentie in zagen, dat konden modellen zijn uit allerlei landen, nog eens uit te testen in een nieuwe populatie. Zijn we gegevens gaan verzamelen van meer dan 2500 Limburgse vrouwen vanaf het eerste trimester tot aan de bevalling. We hebben elk predictiemodel aan die gegevens getoetst. Veel predictiemodellen doorstonden deze externe validatie niet. Ze bleken niet goed genoeg in het voorspellen van complicaties. Twee modellen lieten uiteindelijk wel goede resultaten zien. Eén model waarmee de kans op zwangerschapsvergiftiging kan worden voorspeld en één model voor zwangerschapsdiabetes. En beide complicaties komen veel voor, althans regelmatig voor tijdens de zwangerschap. En met name zwangerschapsvergiftiging kan ook problemen voor het kind opleveren, zoals te vroeg geboren worden, te laag geboortegewicht of zelfs overlijden. En met die twee modellen onder de arm konden wij ingaan in fase 3 in principe, de fase van het impactonderzoek. Maar er waren nog veel vragen onbeantwoord en knopen niet doorgehakt, zoals wanneer spreken we over een verhoogd risico op een complicatie? Welke afkooppunten hanteren we? Welke zorgpaden verbinden we aan het hebben van een verhoogd risico? En hoe gaan we de predictiemodellen uiteindelijk gebruiksvriendelijk maken? Dus gingen we in conclaaf met vertegenwoordigers van gynaecologen en verloskundigen in de provincie Limburg. En die hadden intussen samen een consortium gevormd, dus dat was handig. En uiteindelijk besloten we samen dat aan vrouwen met een verhoogde kans op zwangerschapsvergiftiging een extra echografie werd aangeboden en een lage dosis aspirine zou worden aanbevolen in een shared decision setting.
Van aspirine is bekend dat de kans op zwangerschapsvergiftiging en de gevolgen daarvan worden verlaagd zonder noemenswaardige bijwerkingen. En aan vrouwen met een verhoogd risico op zwangerschapsdiabetes zou een uitgebreidere test op zwangerschapsdiabetes worden geadviseerd. Dat is geen leuke test, maar want je kunt er goed misselijk van worden, maar wel eentje die uitsluitsel kon geven of er weer verdere acties nodig waren als er diabetes werd gediagnosticeerd. Predictiemodellen die verwerkten we vervolgens in een mooie website, expect calculator, en als de zorgverlener de calculator had ingevuld, kregen zwangere vrouw en zorgverlener niet alleen advies over het meest geschikte zorgpad, maar werden ook gepersonaliseerde informatiefolders klaargezet om te worden uitgeprint. En pas na al deze beslissingen en voorbereidingen vonden we de predictiemodellen geschikt voor gebruik in praktijk. En kon het impactonderzoek in fase 3 echt beginnen. En dat was in 2017. En 2 jaar later, dat was afgelopen zomer, was het tijd om de eerste balans op te maken. En de resultaten waren boven onze verwachting. De expect calculator blijkt door het overgrote deel van de zorgverleners standaard te worden toegepast inmiddels bij intake van de zwangerschap van zwangeren. We zagen ook een krachtig verband tussen ingeschatte risico's en het gebruik van aspirine en het uitvoeren van tests op diabetes. En dat alles ging gepaard met heel positieve veranderingen, zowel gezondheidsuitkomsten als kosten. We zagen in onze onderzoekspopulatie namelijk een verlaging van de kans op ernstige problemen bij het kind met 24%. Bij vrouwen met een eerste kind, dus ongeveer de helft van alle vrouwen, was de verlaging 44%. En tegelijkertijd zagen we ook een vermindering van de kosten rondom zwangerschap van meer dan €2500 per zwangerschap. En we hebben uiteraard gecheckt of die verbeteringen die we zagen kwamen door baseline verschillen of door al reeds ingezette trends in kosten of uitkomsten, maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Al met al voor ons, met name voor het consortium, voldoende reden om de ingevoerde innovaties in Limburg te continueren. En de volgende stap is uitrol naar de rest van het land. Iets waarvoor een subsidieaanvraag in voorbereiding is. Dames en heren, ik kom nu aan het laatste onderdeel van deze reden, voordat ik aan mijn dankwoord begin. Want wat zijn nu mijn plannen voor verder onderzoek en onderwijs in de komende jaren? Mijn onderzoeksplannen op het gebied van predictiemodellering en risicogeleide zorg worden heel sterk geleid door het doelmatigheidsprobleem dat ik hiervoor heb geschetst. Namelijk dat er veel tijd en geld wordt gestoken in het ontwikkelen van predictiemodellen, maar dat de opbrengsten hiervan in termen van beter risicogeleide zorg daarbij sterk achterblijven. Wat hoog nodig is, is dat we erachter komen welke factoren ervoor zorgen dat het ene predictiemodel wel en het andere niet succesvol wordt geïmplementeerd. Daar weten we nog veel te weinig van af. We hebben daarom onderzoek nodig dat kijkt naar aspecten van het ontwikkelproces en ook naar de behoeften en barrières van potentiële eindgebruikers. We moeten dus de boer op. We moeten ontwikkelaars, zorgprofessionals en patiënten hierover ondervragen. En samen met UD Laura Wijnands ben ik onlangs een onderzoek gestart waarin we precies deze informatie gaan verzamelen. Overigens zijn wij niet de enige die zich zorgen maken om het gebrek aan toepassing van predictiemodellen. Ook internationaal begint dit bewustzijn te groeien. En recent is het Health Innovations Initiative gestart met het doel om innovaties, waaronder predictiemodellen, de weg naar implementatie beter te laten vinden. In afwachting van het onderzoek bij punt 1 zullen we starten met het verder ontwikkelen en publiceren van ideeën en aanbevelingen om predictieonderzoek anders in te richten. Zodanig dat de research waste zoveel mogelijk beperkt blijft en de kans op implementatie vergroot wordt. En ook al weten we nog veel niet,
De praktijk heeft ons wel een stukje wijzer gemaakt, aldoende leert men. We kunnen daarnaast ook dankbaar gebruik maken van kennis uit eigen huis, want in onze eigen onderzoeksschool Capri hebben we veel verstand van belangrijke aspecten als risicoperceptie en implementatieprocessen. Daarnaast zal ik doorgaan met uitvoeren en begeleiden van predictieonderzoek. Niet alleen omdat er genoeg relevante klinische vragen zijn, maar ook omdat empirisch onderzoek de kans biedt om nieuwe werkwijzen uit te testen en daarvan te leren. Als voorbeeld noem ik een nieuw samenwerkingsinitiatief tussen de afdelingen epidemiologie en huisartsgeneeskunde, waarbij we ook gaan kijken naar de performance van artificiële intelligentie in vergelijking met die van traditionele modelleringstechnieken. In mijn onderzoek zal ik niet alleen bezig zijn met predictie. Zo staat er een belangrijk en interessant onderzoek op stapel naar het verhoogde voorkomen van aangeboren afwijkingen in Limburg, waar de prorector ook al zojuist naar refereerde. En dat onderzoek dat gaat in januari van start. Wat betreft onderwijs heb ik mezelf als opdracht gesteld om de methodologie van predictieonderzoek in brede zin een duidelijke plaats te geven in het Maastrichtse onderwijs. En 5 jaar geleden zet ik samen met Sander van Kuik al een eerste stap in deze richting door een cursus klinische predictiemodellen op te zetten. En die cursus was nog steeds elk jaar heel goed bezocht en uitstekend beoordeeld, maar die kan door zijn kleinschaligheid niet alle studenten bedienen die daar profijt van kunnen hebben. Ik ben daarom ook blij dat de nieuw op te zetten Maastrichtse Master Digitale Technologie in de Zorg nu ruimte biedt om predictieonderwijs in te richten voor een grotere groep studenten. En die master die zal naar alle waarschijnlijkheid starten in 2021. Naast dit onderwijs specifiek gericht op predictie zal ik rollen blijven houden binnen de faculteit Health, Medicine en Life Sciences binnen verschillende studierichtingen. En dit prachtige takenpakket van onderzoek en onderwijs zal ik voorlopig blijven combineren met mijn taak als voorzitter van Optimizing Patient Care, een van de 6 researchlijnen binnen onze onderzoeksschool Capri. Een lijn die vorig jaar nog door een externe reviewcommissie als excellent werd aangemerkt op alle 3 de beoordeelde dimensies. Onderzoekskwaliteit, relevantie voor de maatschappij en duurzaamheid. En samen met vicevoorzitter Jean Muris, de leden van het dagelijks bestuur, CQ-teamleiders, Maurice Segers, Onne van Schaik, Jochen Kals, Mark Spicht, Martien van Dongen, onze vaste staf, postdocs, promovendi en geassocieerde onderzoekers wil ik er helemaal voor gaan om dit hoge niveau naar de toekomst door te trekken. Dan wil ik tenslotte graag nog een aantal mensen bedanken. Allereerst de 3 ladies aan het thuisfront. Janine, we hebben in de meer dan 30 jaar dat we samen zijn al veel prachtige herinneringen opgebouwd. En vandaag wordt er weer eentje aan toegevoegd. En dankjewel voor jouw liefde en steun en gezelligheid en thuisgevoel dat je mij geeft. Etcetera, etcetera, etcetera. En Evelien en Dante, mijn lieve knappe dochters. Wat mooi om jullie te zien opgroeien tot steeds zelfstandigere jonge dames. En na de afgelopen maanden vermoed ik dat jullie het woord oratie niet meer kunnen horen. En ik beloof jullie dat dit voorlopig ook de laatste oratie zal zijn die ik geef. Mam en mijn broers Paul en Roel, dank voor jullie liefde en belangstelling en relativerende humor. Mam en Paul, zoals jullie kunnen zien heb ik mijn carnavalspeksje voor komend jaar al klaar. En Roel, jij speciaal bedankt voor het lezen van mijn oratietekst. En mijn vader kan deze dag helaas niet meer meemaken. Hij stimuleerde mij en mijn broers om ons academisch te scholen, mede omdat hij daar zelf vroeger de kans niet toe had gehad. Hij zou vandaag vast en zeker apentrots zijn geweest. Collega's van de vakgroep Epidemiologie, wat hebben wij toch een mooie combinatie van achtergronden, expertises en persoonlijkheden. En ondanks die diversiteit ontdek ik toch in jullie een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Slim,
kritisch, maar toch bescheiden. Sterk gemotiveerd, toegewijde werkers, zowel in onderwijs en onderzoek als onderzoek. En bovenal geweldig fijn om mee samen te werken. Dank jullie wel. Decaan Albert Scherpbeer en de leden van de begeleidingscommissie bij mijn leerstoel bestaan uit Nanna de Vries, Maurice Segers en Mattie Weijenberg. Dank jullie wel voor het in mij gestelde vertrouwen. Mattie, jouw voordracht voor mij als hoogleraar was een van jouw eerste wapenfeiten in jouw rol als voorzitter van onze vakgroep, waarvoor nogmaals dank. Martin Prins, voormalig vakgroepvoorzitter, dank je wel voor de kans die je mij hebt gegeven dat ik mocht oefenen met leidinggevende rollen met jou als backup en sparringpartner en dat ik mijn vleugels kon uitslaan voor een werkperiode in Australië en Nieuw-Zeeland. Epidemiologen Gerard Sielhuis en André Verbeek van de Radboud Universiteit, beide helaas verhinderd, beide ook bijna emeritus. Dank voor het leggen van de degelijke epidemiologische basis waar ik nog bijna dagelijks, elke dag van mijn werkende leven profijt trek. Sander van Kuik, ik weet niet waar je zit, maar je bent al enkele keren langsgekomen in deze oratie. Onze predictiecursus heeft inmiddels zijn eerste lustrum bereikt. En wat mij betreft plakken we er nog een paar decennia aan vast. Dank voor onze fijne samenwerking. Carmen Dirksen, de hoogleraar met de mooiste schaterlach van deze universiteit. We hebben samen veel tijd en energie geïnvesteerd in het pre-care onderzoek en daarna wat meer op afstand samengewerkt. Wij delen dezelfde humor en daardoor alleen al kijk ik terug met een goed gevoel op onze samenwerking en kijk ook weer uit naar nieuwe projecten. En Lisbeth Schepers, mijn belangrijkste onderzoekspartner van de laatste jaren. Je bent voor een klinisch epidemioloog, denk ik, de ideale samenwerkingspartner. Want je bedenkt heel relevante onderzoeksvragen met een excellent gevoel voor translatie van evidence uit onderzoek naar de praktijk. Ik hoop dat onze samenwerking nog lang zal voortduren. Bas Verhagen, dank je wel voor de schitterende dia's. Bij deze reden, door jou zijn de meeste mensen vandaag niet in slaap gevallen. Babette Doorn, jij bedankt voor het kritisch oog en oor bij het proefdraaien van deze oratie. En tenslotte Connie de Zwart, jij maakt sinds enkele jaren mijn werk een stuk aangenamer door jouw proactieve secretariële ondersteuning. Dank je wel daarvoor. Dames en heren, het is tijd voor een borrel. Ik heb gezegd. Anders horen ze hier direct drinken. Beste Luc, het is tijd voor een borrel. Nadat je ons warm hebt gemaakt voor de besliskunde, predictiemodellen en de epidemiologie die daar de basis voor vormt. Dus dat is allemaal heel mooi. Ik vind het ook heel mooi dat je de maatschappelijke en wetenschappelijke impact goed laat zien. En dat op grond van een Margriet-lezing, nu ongeveer 44 jaar geleden dan. Dus dat is echt heel geweldig. Naast jou, want ik wil je feliciteren natuurlijk, feliciteer ik ook de drie dames van het Thuisfront. Inderdaad, er is altijd maar één echte oratie, behalve als Luc besluit om ergens anders te gaan werken. Maar dat verbieden we gewoon. Dus als jullie ons helpen, dan blijft hij hier. Het lijkt mij goed. Ik feliciteer ook de vakgroep Epidemiologie. Er zitten overal epidemiologen, heb ik gezien. En natuurlijk de School Capri. En uiteindelijk ook de FHML. En daar ben ik zelf de vertegenwoordiger van. Dus dat is heel mooi. Voorspellen is heel moeilijk, vooral als het de toekomst betreft, maar de onmiddellijke toekomst gaat toch wel. Immers, we gaan een borrel drinken, of een glas wijn, of iets anders. Het verzoek van de orator is daarbij dat de mensen die vanavond hem ook zullen ontmoeten, nu hem niet gaan feliciteren, want we zijn met velen en dan gaat dat uren duren. Ik zou ook iedereen aanraden om niet in die lange rij te gaan staan, maar gewoon door te lopen. Dat doen we iedere keer, dat aanraden. Het wordt ook altijd in de wind geslagen, maar u kunt net zo goed doorlopen en dan krijgt u vast een glas wijn. En dat helpt toch bij het verpozen.
Verder is het zo dat het cortège natuurlijk voorop gaat met de directe familie. En dan mag u daarna allemaal volgen. En daarmee sluit ik deze academische bijeenkomst.